Zo, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes, een hartstikke goede ochtend. Zondagmorgen, praat 15 januari. Goed, lekker gehobbeld vandaag. Oftewel, het ging wel lekker, moet ik zeggen. Zoals het vierde rondje. Oh, die vervelende zon weer. Hop. Ga zo even voor de zon zitten. Het vierde rondje was zelfs wel lekker. Hier heb ik notabene nog wat snelst kunnen lopen. Dat is natuurlijk wel eens vaker voorgekomen dat ik dat heb. Dat ik het laatste rondje makkelijker kan lopen. Ik denk dat ik dadelijk iets vervelends ga meemaken. Ik heb een klein beetje mazzel. Zo, nou, zon. Verkeerde deel, laat maar. Zondagmorgen, we zijn er. We gaan daar weer finishen. Mijn. Oeh, handdoekje eventjes, want ik ben een beetje aan het zweten. Ik ga zo naar de fitness. Maar ik ga zo meteen even mijn dochter ophalen, die gaat ook mee. Die zei van de week heel leuk van, kom pap, ik denk dat ik weer lekker mee ga, dat is mooi. Nou, een maatje van me die heeft inmiddels ook ingeschreven vorige week. Die komt daar ook naar de fitness. Dus helemaal top. Goed bezig. Goed bezig zo. Nou, voor mezelf ook. Vorige week ook al gezegd, toch een paar kilo aangekomen. Dus we moeten weer af. Ik zit nu op de 98, geloof ik. Ergens rond de koers. Nou, weet je. Natuurlijk met die dagen. Het is altijd lastig. Om dan aan bepaalde zaken te houden. Maar goed, het kan. De afgelopen week redelijk goed onder controle gehad. Volgende week of komende week weer even een stapje erbij. Met bepaalde dingen laten. Dus zo gaan we weer een beetje opbouwen. Nou ja, of eigenlijk afbouwen. Dus net dat je kijkt. Opbouwen met het juist wat minder eten. Of tenminste fatsoenlijke eten. Niet met te veel snacken. Dat soort dingen. En het opbouwen met volhouden. Dus, nou ja, zoals gezegd, ik ben nu onderweg naar huis toe om mijn dochter op te gaan halen. Dan rijden we van huis uit door naar de fitness. En dan gaan we dan even een rondje doen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, niet zozeer met mij, maar wel met mijn dochter en met mijn maatje. Ah. Foei. En ik was er wat later opgestaan dan normaal, dus later een bos gaan. Want ja, ik wil altijd toch wel vroeg sporten. Maar die andere twee niet zo. Dus ik hoop dat ik die nog zover krijg. Dat die straks ook gewoon lekker vroeg uit de veren. Vroeg sporten. Maar goed, daarentegen, het wordt dus 20. En als die dan een keer op een zaterdagavond gaat stappen, dan kan ik me voorstellen dat je dan niet. Morgens vroeg om 7:30 al op gaat staan om dan om kwart over 8 in het bos te gaan staan. Of in de fitness. Maar goed, we zullen het wel zien. We wachten wel af. Ze heeft voor zichzelf een nieuw doel geplaatst. Of een doel geplaatst. Die te realiseren is. En ja, we kijken of ik daar een beetje kan bijdragen. Ze moeten soms dingen zien. Ik kan niet alles gaan forceren. Want ja, ze heeft het nodig. Maar wat wij dan ook zeiden was altijd van ja, dit, ja, zus, ja, zo. Maar dan is het uiteindelijk van aan haar om tot dat besluit te komen. Nou, dat besluit heeft ze recentelijk gemaakt, dus. Maar goed, alles leuk en aardig. Ik ben weer thuis, het zit erop. Ik ga de zondagochtend vlogje even afsluiten. En dan zie ik volgende week weer. Van de week gaan we weer trainen. Vandaag gaan we vrij met voetballen. De jongens gaan vandaag als goed is terug. We hebben een weekje of een paar dagen Sevilla gehad. Dus ik ben benieuwd hoe ze daarvan terugkomen.
Als goed is, landen ze vanavond. Laat geloof ik of zo. Weet ik het iets. Dus we zullen het zien. Nou, ik ga in ieder geval zo mee afsluiten. Ik weet niet of dat mijn dochter al komt. Dus ik ga in ieder geval van binnen. Dus bij deze zeg ik in ieder geval even een duimpje omhoog. Even op de abonneerbutton drukken. Dan komt het goed. Zou ik leuk vinden. Zou ik heel erg op prijs stellen. Dus nogmaals, even een duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. En dan zeg ik nogmaals, met de welbekende korte. Ciao, tot de volgende keer. Doei!